Wat ons zorgen baart is dat van de verkeersovertredingen. Hoe gaan we met elkaar om in het verkeer? Binnenbebouwde kom, buitenbebouwde kom. Er wordt zodanig hard gereden. En in deze periode, agerstak na, ja, na periode van jaren op, alles maar even zo om tien, zodat we zijn edringen. En op een gegeven moment heb je dat stoer gedrag. En men wil ja, hier en daar gaan. We maken het ook mee in volksbuurten, waarbij men gewoon als een gek rijdt, waar kinderen nog gewoon staan op straat. En dan zit je zelf af te vragen van ja, gaan we zo om met elkaar als Surinamers? Gaan we zo met elkaar om in dit land Suriname, waar we ook verantwoordelijk zijn voor elkaar? We hebben de afgelopen dagen veel meegemaakt ten aanzien van verkeersovertredingen en verkeersongevallen met dodelijke afloop. En daar schrik je ervan. Er zijn ook een paar tieners overleden. Daarnaast ook nog een brandweerman, dan weer een bromfietser. En op een gegeven moment, wanneer je erbij stilstaat, dan zie je, denk je van ja, maar het zijn al verschillende beleidsmakers, is het niet gelukt om toch wel een, ja, dit soort van gevallen echter, laat zeggen, tot 50% te reduceren, zelfs minder. En dat is ook, staat ook in een paper van ja, we moeten dat doen. Ik praat nu met de heer Helmut Geesius, goedemorgen. Van het Korps Suriname. Leg me het even uit. Verkeersvrijwilligers. Goedemorgen. Het is toch wel een punt waarbij het ook is aangeboden aan de regering van luister nou, dit is de target die we moeten stellen. Teruggaan naar een percentage. Veel minder dan dit. Maar het werkt nog niet. Het lukt niet. Hoe komt dat? Goedemorgen, heer Lindveld. Goedemorgen, kijkers, luisteraars. Inderdaad, laten we het even hebben over die incidenten. Triest, ja, december maand. En we hebben meegemaakt dus dat jonge mensen zijn omgekomen in het verkeer. En dan is weer ieder verbaasd. Ja. En het verbaast KSV altijd dat mensen dan verbaasd zijn. Omdat deze incidenten, deze ongevallen hebben kunnen gebeuren. Het is niet ongewoon voor ons. Het is niet nieuws. Er is niets nieuws onder de zon. We bedoelen het niet onrespectvol. Ja. Er is niets nieuws. Ik kan je terugvoeren naar 2017. Waren er ook 15 verkeersdoden in de decembermaand. En waren we toen verbaasd? Waren we toen opgeschrikt? Ik denk van wel. Maar wat is er daarna gebeurd? Ik kom bij die vraag van u. Wat wij willen, we willen niet meedoen aan hypes als KSV. We willen dus dat die aandacht voor verkeer structureel wordt. We weten dat als we teruggaan naar de basics, Suriname heeft gemengd verkeer. We hebben relatief smalle wegen. We hebben een enorme vloot aan wagens, waar we dus nog niet over praten, een enorme vloot. En we weten dus dat we zitten onder de norm wat betreft het aantal verkeersdoden en verkeersslachtoffers. U heeft het daarnet aangegeven. Wanneer we het hebben over structurele aandacht, u heeft wat zaken genoemd. En inderdaad, Suriname heeft nu een strategisch plan voor verkeersveiligheid. Dat loopt tot 2021. De mensen mogen het googlen, de media ook. U kunt hem googlen, strategisch plan voor verkeersveiligheid. En u kunt hem downloaden. Dan gaat u naar pagina 25. Gaat u dan 10 maatregelen zien op een rijtje die Suriname moet treffen. Dus vanmiddag, als ik ga luisteren naar de persconferentie, dan zal ik ook nagaan, kritisch luisteren om te horen. Horen we tenminste een paar van die maatregelen. Ja. Die zullen worden getroffen in het komend jaar. Ja, ten aanzien van verkeersveiligheid. Ten aanzien van verkeersveiligheid en verkeer. Ja. We weten ook bijvoorbeeld dat er al enige tijd bromfietscertificaten, noem maar op, dat is ook geïntroduceerd hoor, door de huidige president nu. Toen was hij de minister van Justitie en Politie, Chandrika Prasad Santokhi. En dan praten we dan over de periode 2007. Ja. Nu zijn we al 2020 en eigenlijk lijkt het erop alsof we nog steeds sukkelen. We sukkelen. Stapvoets zou ik moeten zeggen, maar eigenlijk zou het al goed moeten rollen.
Precies. Geolied moeten zijn. Precies. Om toch de, want het is nu een nieuwe generatie die nu erbij zou komen. Precies. Dus wat nieuws kunnen we er nog over zeggen? We lijken op die geestelijke, die steeds dezelfde preek afsteekt tot ergernis van zijn kerkgangers. Maar omdat ze dus het gedrag niet veranderen, is die preek altijd nog geldig, de inhoud van die preek. Bronfietscertificering is een compleet fiasco geworden, dat weten we. Dus we hopen dat in het nieuwe jaar de minister van Justitie en Politie, gelukkig meneer Kenneth Amoksi, die heeft bij ons de indruk achtergelaten dat hij iets wil doen aan verkeer en verkeersveiligheid. We hopen dat die bronfietscertificering goed, beter wordt aangepakt in het nieuwe jaar. En ook de spelers, zoals de rijscholen, erbij gaat betrekken nu om de zaak goed van de grond te krijgen. Maar ik denk dus dat de opzet wel nieuw moet zijn en heel anders. Ik heb de minister ook horen aankondigen, ik dacht een week of twee weken geleden, dat de wegcontroles en de snelheidscontroles zullen worden opgepakt. En we hopen dat het niet is, het moet niet lijken op, ik ga je zwepen, maar nooit in een zwepen. Dus wanneer de minister aankondigt dat die controles er zullen zijn, dan moeten die controles ook wel komen. En ik zal u aangeven waarom. We hebben in onze observatie gemerkt dat die overtredingen steeds toenemen, maar ze dreigen gewoonte te worden. Dan hebben we het over gordel gebruikt. Veel mensen zie je dus die gordel op de verkeerde manier gebruiken of niet gebruiken. Er wordt door rood gereden. Je kunt dat zien bij de verkeerslichten. Wat we ook zien is hard rijden. En veel mensen hebben de indruk, weggebruikers, dat die snelheid overschrijden geen overtreding is. Maar het is een overtreding. Maar het is zo normaal, zo gewoon, dat we er niet meer stil bij blijven staan dat het een overtreding is. Nou, deze zaken, heer Lindveld, kun je alleen maar terugdringen als er controle is, handhaving. Spreekt de boodschap de generatie beneden de 40 nog aan? Niet zonder meer. Dat leren we bij COVID. Toch? COVID heeft ons geleerd hoe ernstig het ook is, of het kan zijn, het kan worden. Toch heb je dus die permanente voorlichting nodig en op een gegeven moment zelfs ook die handhaving. En dan nog zien we dat het gedrag nog niet is wat we willen, tot zelfs er persconferenties worden georganiseerd. Nou, deze aandacht ontbeert verkeers en verkeersveiligheid eigenlijk. Terwijl we zien dus dat de slachtoffers die vallen en de doden die vallen, kun je bijna comparen met wat er gebeurt wat COVID betreft. Zeker omdat het om een niet overdraagbare aandoening gaat, toch? Dan kun je zeggen, hey, we gaan ook diezelfde aandacht moeten geven aan verkeersveiligheid. En aandacht niet alleen vanuit KPS, niet alleen vanuit KSV of vanuit OW, maar zelfs ook vanuit de top van het land is dat nodig. Ik heb begrepen dat, zeker naar aanleiding van dat ernstige of dat dodelijke verkeersongeval aan de Afobakkaweg niet zo lang geleden, dat de, ik weet niet of ik moet zeggen, de assemblée wakker is geworden. In elk geval heeft men daarin aanleiding gevonden om die rijwet wederom op te pakken. Is begrijpelijk, omdat we COVID hadden, we hadden regeringswisseling. Ja, ja. Nou, het voorstel is aangeboden, dacht ik, augustus, ergens vorig jaar. En nu wordt die rijwet opgepakt. Dus 2021, ik hoor maatregelen die komen. Dus ik hoop dat 2021 die nieuwe rijwet een feit wordt. Ja, dus dat geeft dan alle basis om op te treden. Veiligheid op onze wegen is ook heel erg belangrijk. Uitermate belangrijk, want wanneer jij als ouder je daar ook op bent en je kinderen zijn naar school gegaan, dan wil je niet horen dat een of andere roekeloze rijder heeft je kind aangereden. En het hoefde niet zo ver te komen als die maatregelen in place waren om te zorgen voor een veilig verkeer. Veilig verkeer, dat klopt. We teruggaan ook naar die maatregelen eigenlijk. Die zijn aangekondigd. We hopen dus dat
dat Verkeersveiligheidsinstituut, dat op een gegeven moment een verkeersautoriteit zal moeten worden, dat dat ook gerealiseerd wordt in 2021. Gelukkig minister Noor Mohammed van OE heeft ingespeeld daarop. Er is een werkgroep geïnstalleerd met als voorzitter onze oude rot, om het zo te zeggen, we bedoelen het goed, de heer Danny Lofosang, met andere mensen die wanten weten wat verkeer betreft. Die werkgroep is ingesteld om een aantal zaken op te pakken en aan te werken. Dus in afwachting van dat instituut en die autoriteit, want dat moet nog een bureaucratische weg afleggen. Maar in de tussentijd wordt er aan een aantal zaken gewerkt. Dus dat vinden we goed. Iets wat ik wil aanhalen, heer Lindveld. Dit instituut zal niet zomaar komen. Er zijn maatregelen aangekondigd in dat strategisch plan. En die moeten op een gecoördineerde manier worden uitgevoerd. Nou, dat instituut is er om de uitvoering van die maatregelen, van die acties, te coördineren. Een heel belangrijke zaak in deze is dataverzameling. Hoeveel jonge mensen tussen de 18 en 21 jaar zitten achter het stuur? Dus dat weten we niet. Ja. Maar het is belangrijk om dat te weten. Omdat ik denk dus dat we naar een andere situatie moeten als het gaat om beginners. Ja. Moeten we beginners meteen achter het stuur laten? Iemand zei me ooit, ze heeft haar zoon op rijles gezet. Ja. We hebben nog een minuutje met de heer Jezus. Ja, ik rond af. En die zei me, en toen vroeg ik van, hoe oud is hij? Ik zei 18 jaar. Ik zei, oh, zo vroeg geef je zoon een pistool in handen. Ja. Dus ik wil alleen maar aangeven dus dat men vaak niet stilstaat bij die verantwoordelijkheid die gepaard gaat met, want je betaalt rijles, de persoonslaag, en gaat deelnemen aan het verkeer met een voertuig. Heeft misschien nooit deelgenomen op de fiets, de bromfiets. Dus kan zich ook niet verplaatsen in de situatie van fietsers en bromfietsers, omdat we dat onveilig vinden. Maar kennelijk is dat veiliger wanneer je die jongeren van 18 jaar achter het stuur laat. Ja, en die gaat deelnemen aan het verkeer. Echt om hierover na te denken. Want dat verantwoordelijkheidsgevoel en besef moet er ook zijn bij de jongeren. En eigenlijk is het aan ons als ouderen, als ouders, om daarvoor te waken van wie zou boy wan waggy of wan motorfiets. Denk boem voor je bij zo'n san jama want. Lek van Masara Jesus dat je eigenlijk je jama wan gong. Ja, goed. Meneer Jesus, bedankt. En we moeten zeggen, een goede voortzetting. Ja. Een veilige voortzetting van het nieuwe jaar uiteraard. Ik wil aan de mensen meegeven dat ze inderdaad ook de regels wat betreft hun deelname aan het verkeer in acht nemen. Het is steeds hetzelfde zeggen, maar als het gedrag niet verandert, dan komen we ook niet waar we moeten zijn. En we hebben een aantal targets te halen in het nieuwe jaar. Ja, dus we moeten met het aantal zeker gaan zitten onder de 52. En we zijn al op hoeveel? 71. Ja, 71. Dus er is veel werk aan de winkel om terug te komen op je woorden aan het begin. Ja. We bedanken de heer Jesus voor zijn aandeel vandaag in deze moment in Taki.